Hoi lief allemaal, welkom bij weer een video voor tweelingvlammen lichtwerkers. Dit gaat een vervolgvideo worden op de laatste video, de volle maan reading. Dus als je die volle maan reading nog niet hebt gezien, dat is mijn laatste video hier op mijn YouTube kanaal, ga die dan eerst kijken, want dit is echt een duidelijk vervolg daarop. Ik ga een hele kleine samenvatting geven van de laatste volle maan reading. Daar zijn tweelingvlammen lichtwerkers en wellicht ook andere mensen, zonder dat ze dat label direct aan zichzelf toeschrijven, in ieder geval de mensen die gekeken hebben, zijn eigenlijk geleid om iets te gaan doen aan de stress in hun leven. Dat je gezondheid leidt onder stress. Je leven uit balans is. Ik heb deze kaarten gebruikt, maar ik heb expres om het beeld extra te laten spreken, ook de Rider Waite Tarot erbij gehaald. Of bijgelegd bij een aantal kaarten. Kijk, deze is bijvoorbeeld, hè, kun je heel goed zien dat iemand zwaar gebukt gaat onder wat hij allemaal meezult. Iets waar je een burn-out van krijgt. Iets waar je rugpijn van krijgt. Iets waar je helemaal ondergebukt gaat. En wat je eigenlijk niet meer kan dragen. He, zo kun je dat zien. Dus je leven uit balans, je gezondheid leidt onder stress. En de vorige volle maan video was best heel erg heftig. En het is dus, kun je zien als je innerlijke leiding, je intuïtieve leiding of synchroniciteit. Als jij dan die video toegevallen krijgt en het komt als een wake-up call bij je binnen, ja, dan kun je dat zien als innerlijke leiding. En wat correspondeert met jouw intuïtie. En dat je daar dan actie op mag ondernemen. Waartoe je ook bent geleid. He, want in die video is er ook gesproken over dat iemand een bepaalde levensstijl had. En uiteindelijk innerlijke stem wel had, maar dat niet omzet of kon zetten in gedrag. En vervolgens een hele harde wake-up call kreeg. In de vorm van een hartinfarct. Nou, dat staat te gebeuren. In de nabije toekomst is dit wederom een goddelijk bericht. Een bericht van de bron, van de opgestegen meesters aan de mensen die, waarbij dit correspondeert met je innerlijke stem. Dat als je niet doet waar je toe wordt geleid en je blijft je ego dienen, waar deze kaart voor staat, tegenstrijdige doelen, het ego en je hoge zelf, die zitten met elkaar in gevecht. En het ego die wil zijn egoïstische wil dienen, maar je hoger zelf wil dienstbaarheid dienen. En dat is geven. Geld, tijd, moeite, nieuwe kansen, dienstbaar zijn. Maar dat begint natuurlijk, en dat ligt ook onbewust, om jezelf te koesteren. En om jezelf met gulle hand en overvloedig alles aan jezelf te geven. Aan tijd, moeite, troost, liefde, koesterende zorg. Mensen worden dus aangesproken die... Ja, dat zijn de lichtwerkers en tweelingvlammen. In ieder geval de hele bewuste spirituele mensen om dienstbaar te zijn, die ligt op het recente verleden. Daar zijn ook al deze video's over gegaan. Van dien niet langer je ego, maar dien je hoger zelf. Dien je innerlijke stem, je intuïtie. Want dat is je hoger zelf. Dat is je goddelijke leiding. Die correspondeert daarmee. Het probleem is dat mensen nog steeds
angst hebben voor verlies. Deze komt steeds naar voren. Dat is die vijf van pentakels. Deze is nog, ja, die echt dat beeld spreekt veel meer dan deze. Het is angst. Angst rond geld. Angst rond verlies van liefde. Angst voor verlating. Angst voor afwijzing. Angst voor verlies van goederen. Van werk. Van. Je kan van alles bedenken. Angst voor verlies, verlating, gebrek. Geld. Terwijl juist voor deze mensen, dat is leidraad, de aas van pentakels, de bron wil je juist overvloed schenken in de vorm van nieuwe kansen, maar dan moet je nieuwe kansen aangaan. Maar ook die vier van vuur, dat is deze, dat is een bruiloft, een gelukkig huwelijksleven, tevredenheid, vrede, overvoed, een geslaagde afronding van een bepaald project waar je een lange tijd aan hebt gewerkt. Dit is ook hereniging van tweelingvlammen, innerlijke uiterlijke rijkdom. Het ligt allemaal voor je klaar. Alleen deze mensen nemen het uit angst niet aan. Iets uitdagenders willen doen. Een nieuwe periode. Dat kan zijn van studie, van leerling zijn. Maar ook betrouwbaar zijn, geduldig zijn, succesvol zijn. Die schildknaap, die wil steeds iets nieuws leren. Maar dan moet je dus leerling kunnen zijn. Willen zijn ook van de bron, van de opgestegen meesters die jou willen leiden. Dat kan niet als jij zelf denk dat je het zelf wel weet. En dus steeds kiest voor om keuzes te maken gebaseerd op angst voor gebrek. En angst voor verlating en angst voor verlies. Ik had jullie heel graag iets nieuws willen melden. Jullie mogen best weten dat ik, toen ik dit weer zag en dat ik ook deze kreeg van maken een video. Dat ik dacht, ah nee, hè, moet ik alweer zo'n video maken? Want dat hebben we al. Ja. Dat hebben we toch al gehad meerdere malen. Maar er werd tegen me gezegd, nee, de angst of de kracht zit hem in de herhaling. In de herhaling, in de herhaling. Mensen herhalen nu eenmaal heel veel, heel vaak, oude patronen. En zit die angst zo diep dat de kracht hem zit in de herhaling. Dus vandaar ook weer deze video. Kijk, het gaat om mensen die al lang weten wat ze moeten doen. Maar het ego doet dan net alsof hij het niet weet. Blinddoek voor, denial, ontkennen. Net doen alsof er niets aan de hand is, waardoor je niet in staat bent om een besluit te nemen. Dus dat je jezelf in een impasse houdt. Het is met twee van zwaarden die hier niet ligt, niet zo dat je het niet weet. Ik zal het ook even uit het boekje erbij halen. Kijk, je hebt moeite om een keus te maken en een beslissing te nemen. Je hebt tegenstrijdige doelen. Dat is in jezelf, je ego en je hoge zelf. Of tegenstrijdige gedachten over welke kant je op moet. En daarom maak je dan maar helemaal geen keus. Maar jouw intuïtie weet allang wat je zou moeten doen. Maar je bent bang om te handelen en zo blijf je in een impasse. Heb vertrouwen in je eigen goddelijke waarheid en wijsheid en ga verder. En dat heeft ook te maken dat mensen maar blijven analyseren. En maar blijven twijfelen aan zichzelf. En door die twijfel aan jezelf ga je juist de dingen doen waarbij je alles vernietigt. En waarbij je juist alles verliest. Want dat is zo paradoxaal is het. Vooral bij tweelingvlammen lichtwerkers, voor mensen met al een hoog bewustzijnsniveau, daar kan wat meer van verwacht worden dan van zielen die nog niet zo'n hoog bewustzijn hebben. Hè, dus dan komen die torenervaringen, de wake-up calls komen.
meer. Kijk, we kennen allemaal die mensen die zeggen, ja, maar andere mensen die schijnen overal mee weg te komen. En die hebben helemaal niet zo die torenervaringen. En die gaan heel egoïstisch door het leven. Ja, dat klopt. Maar dat zijn niet de mensen die klaar moeten worden gestoomd voor dienstbaarheid aan het leven en dienstbaarheid aan de mensheid. Dat zijn niet die oudere zielen. Dat zijn niet de lichtwerkers en de tweelingvlammen. Die mogen nog, hè, de tweelingvlammen en de lichtwerkers die nu aangesproken worden, die hebben kans dat ze in hun laatste incarnatie zijn. Maar in je laatste incarnatie zijn wil niet zeggen dat jij maar op je lauren kan rusten en dat je het allemaal maar voorbij kan gaan. Want dan word je steeds harder wakker geroepen, want je krijgt de kans om het in dit leven nog af te ronden. Te doen waar je hiervoor bent gekomen. Nou, deze had ik erbij gepakt, hè, om het beeld nog. Maar het was zo dat in de legging vanochtend. Dit is de toren van deze set, de levenservaring. Een harde wake-up call. Ja, en toen kwam deze er ook nog eens extra uit van de Osho-set die ik ging schudden voor de nabije toekomst. Ik wou een clarifying kaart, ik wou een verklarende kaart. Hupsakee. Ja, dat was eigenlijk helemaal niet nodig om een verklarende kaart te vragen. Ik wist het wel. Bam, de toren. Nou, dat is die toren in de Rider Waite Tarot. En dat wil zeggen dat je dan een steeds hardere wake-up call krijgt. Omdat je dus in ontkenning blijft en net doet alsof er niets aan de hand is. En voor ieder mens, voor elke lichtwerker, tweelingvlam, kan het iets anders zijn waar jij naartoe geleid wordt. De een dat je stress hebt van die banen, dat je daarin iets moet veranderen. De ander heeft stress om te communiceren met een geliefde uit angst voor afwijzing of verlating, om vergeving te vragen of wat dan ook. Weer een ander heeft stress omdat hij zich niet durft aan te melden voor een opleiding. Weer een ander durft niet naar een workshop te gaan of hulp te zoeken, hulp van anderen aan te nemen om te helen. Anderen durven weer niet een destructieve relatie achter zich te laten, uit angst. Nou, het kan van alles zijn. Maar jij, die kijkt, jij weet wat het bij jou is. Iets wat je al lang weet, maar dat je maar uitstelt en uitstelt en uitstelt. En dat je dan heel veel consequenties ervan ervaart, van dat je iets uitstelt. Hè? Dat je in een iets ouds blijft, ontevredenheid, niet gelukkig zijn. Heel veel stress. Helemaal uit balans voelen, niet gelukkig. Nou, maar dat je het toch niet doet om iets, dat je er niets aan doet om het te veranderen. Dus, de toren. Dit is dus ook niet om je bang te maken, maar om je wakker te schudden. Toren kan een heftige ervaring zijn. En ze worden steeds heftiger. De klappen worden steeds harder. Eigenlijk zijn mensen, deze lichtwerkers, weer op weg naar de harde leerschool. Ze zitten er eigenlijk. Ja, dit is de harde leerschool. Van joh, volg je leiding niet, je intuïtie niet. Doe je net of er niks aan de hand is. Doe je blinddoek voor. Sluit je helemaal af. Ja, ga je toch je ego dienen? En blijf je de stress blijf je doen wat je altijd hebt gedaan? Ja, baf, moeten we je harder wakker schudden. En dat is die toren. Kijk, ik zal hem voorlezen uit dit boekje. Een wake-up call voor je om dingen in je leven te veranderen. Iets dat je wel wist, maar dat je steeds aan het uitstellen bent. Nu realiseer je je dat dit niet meer genegeerd kan worden en dat je actie moet ondernemen. Ja. Dus de toren is ook met een goed doel. Hè? Het is om je alsnog zo te schokken dat je alsnog actie onderneemt. Dit doet niet de bron. Dat heb ik je ook al in de vorige video uitgelegd. Hè?
Die enorme schokkende ervaringen doet niet de bron of de opgestegen meesters geven jou niet. Nee, zij trekken zich juist terug omdat je je innerlijke leiding negeert. En dan zeggen ze, oké, je hebt vrije wil. Je wil je ego volgen. Nou, ga je ego volgen. Maar dan moet je de consequenties aanvaarden van je keuzes. En dat is baf, dat. Hè? Het is heel simpel als een ouder, een liefdevolle ouder, tegen het kind zegt van je moet met die vinger niet op die kachel. En het kind doet het toch. Nou, dan is de torenervaring dat de kachel heel erg heet is en dat je een blaar op je vinger krijgt. En dat je dat beter de volgende keer niet meer kan doen. Nou, zo zit het, die torenervaring. En dan is het niet zo dat die moeder, die liefdevolle ouder, heeft gezorgd voor die blaar. Nee, het kind heeft zelf gezorgd voor die blaar omdat hij niet geluisterd heeft naar de aanwijzingen. En die aanwijzingen die jij krijgt, die corresponderen met jouw intuïtie. Dat je het echt wel weet. Kijk, de kaart van de wereld. Er is echt voor een aantal mensen is er vreugde, tevredenheid, dankbaarheid ligt klaar. Ligt echt klaar, want het zijn bewuste mensen die al aan zichzelf hebben gewerkt. Maar die nog, die nog een volgende stap weer moeten zetten. En, maar... als je dan weer in oude patronen vervalt en weer vervalt in dat je geen leerling wil zijn of dat je niet geen nieuwe kansen wilt, dat je dat niet met beide handen aangrijpt, dat je in de impasse blijft, ja, dan is het pad naar verlichting ligt weer dwars. Ja, want dit is de weg naar verlichting, die wereldkaart. Maar het is ook een voltooiing van een bepaalde fase, een bepaald project, de afronding van een bepaald project wat dan geslaagd is. Nou. En met name ook van met gulle hand geven. Kijk, het kan allemaal voor. Kijk, als je geen. Als iemand naar een video van, zoals deze kijkt, die heeft heel veel geld. Dat is ook een voorbeeld, hè? Want het is giften in de vorm van geld, tijd en moeite. Dan kan het wel zijn dat iemand die zo rijk is, al lang geleid is om dat geld wat meer te delen met mensen die het minder goed hebben. En dan bedoel ik geen goede doelen hier in Nederland. Want daar, dat zit ook heel onzuiver in elkaar. Maar dat je bereid bent om dat, je daar ook in te laten leiden. Dat je niet bovenop je geld zit. Maar voor iemand die geen geld heeft, kan het dienstbaar zijn dat je je tijd of je moeite of je persoonlijke aandacht geeft. Of, nou ja, of dat een, dat weer een ander, want die video's zijn ook geweest. Dat er iemand die ze altijd heel erg heeft gericht op carrière, op werken, dat hij naar de geliefde wordt geleid. Om daar iets onvoltooids af te maken. Een project af te ronden. Nou, dat was dat. Dat is volgens mij heel duidelijk. Wat kunnen we doen? Ik ga even deze kaarten eruit laten schudden. Wat kunnen we doen om die toren te voorkomen? Ja, dat weten we natuurlijk al, want je moet naar je intuïtie luisteren. Maar wat zorgt er nou voor steeds dat die toren weer komt? Terwijl dat niet een heel leuke ervaring is om het zover te laten komen. Wat is nou belangrijk? Take a relaxing break. Mensen nemen niet genoeg rust. En dat kun je doen in de natuur. Replenish yourself. Jezelf vernieuwen. Tijd spenderen in de natuur. Doen mensen niet genoeg. Tijd voor zichzelf nemen. Oké. Wat nog meer? Nou, weet je wat? Ik ga ze niet schudden, want dat duurt veel te lang. Ik ga ze uitspreiden en ik ga ze eruit pakken. En dan doe ik daarna nog een legging. Ik ga er een paar uitpakken. Oké. Die. En die. Wat is in de...
bij je toekomst belangrijk. Ja, goh, het is toch niet te geloven. Hier. Surrender denial. Ontken niet waar je in zit. Doe niet net alsof er niets aan de hand is. Ja, ontkenning. Stop met ontkennen waar je in zit. Uitstelgedrag. Procrastination. Stop met dingen uit te stellen. Now is the time to jump on a goal instead of putting it off. Taking action will attract success. Mensen die al lang weten wat ze moeten doen om succes te hebben, om die tevredenheid aan te kunnen trekken, om overvloed te kunnen ervaren, maar het steeds uitstellen waar ze naartoe worden geleid, omdat ze bang zijn voor gebrek, afwijzing, verlating, etc. En dat heeft te maken met outdated beliefs about yourself. Het zijn gedachten en een geloof, overtuiging over jezelf, ideeën over jezelf, die jou die totaal niet meer gelden in het hier en nu. Dat je stelt limiet aan wat jij kunt en wat je kunt bereiken. En kijk, outdated beliefs. Ja, daar ben ik toch niet goed in. Of ja, dat kan ik niet hoor. Dat kan ik gewoon niet over onder woorden brengen. Of nee, daar zal ik toch wel. Nee, daar ben ik niet goed genoeg voor. Nee, dat verdien ik niet. Zoveel succes zou ik niet aankunnen. Allemaal dat soort beliefs. Ja, als ik dat doe, dan ga ik een blauwtje lopen. Ja, als ik dat doe, word ik afgewezen. Outdated beliefs about yourself. Daar komt het door. Je moet je overgeven aan de magie in jezelf. We all have magic in us. Het is je goddelijk zelf. Magical being. Met een uniek talent. Met unieke aantrekking voor anderen. Om ook dienstbaar te zijn aan anderen. Jij hebt hier iets te betekenen op aarde. En je, door je outdated beliefs over jezelf, blijf je maar uitstellen en ben je niet dienstbaar. En geef jij niet alles van jezelf aan die wereld. Om ook de wereld helpen op dat pad naar verlichting te komen. En zorg niet goed voor jezelf. Ga je met andere dingen bezighouden. En baf, zit je weer op die harde leerschool. Nou, duidelijk. Uitstelgedrag. Ja, ik zet hem hier neer. Surrender procrastination. Stel niet uit. Alle video's gaan daar zo'n beetje over. Over uitstelgedrag. Dat je al lang weet wat je moet doen. Waar je naartoe geleid bent. En hier worden mensen niet aangesproken die echt niet weten wat ze moeten doen. Die zijn er ook. Maar dan is het zorgen dat je hulp aanvaardt om je innerlijk kind te helen. He, want als in de periode, als je nog heel veel pijn uit het verleden bij je draagt, en je hebt nog geen transformatieproces achter de rug, dan weet je echt niet wat je wil, maar dan ben je jezelf helemaal kwijt. En als je jezelf helemaal kwijt bent geraakt, dan zul je eerst hulp moeten zoeken om jezelf weer te vinden en om pijn uit het verleden te verwerken. Ja, dat is, maar dan word je daar naartoe geleid. Ja, dan is dat wat je moet gaan doen en wat je niet langer moet uitstellen. Oké, nou. Ik ga nog een legging doen. Schudden waar jullie bij zijn. Uit de set van John Holland. Even weer een andere set. Volle maan heb ik de Sandra Ann Taylor set gebruikt. Nu ga ik weer de John Holland set gebruiken. En voor de verklarende kaarten doe ik de Sandra en Taylor erbij. Oké, onder op het dek komt. Zo. Oké. Het gebeurt allemaal intuïtief en ik vertrouw erop dat dat helemaal goed komt. Oké.
Nou. Ja, het is weer heftig. Om de torenervaring te voorkomen. En voor mensen die het al lang weten, stel niet langer uit. En het kan van alles zijn wat jij uitstelt. Alles wat ongezond is. Alles waarbij je jezelf niet koestert. Alles waarbij je jezelf stopt omdat je dat geloof nog van je over jezelf hebt wat absoluut niet klopt. De waarheid, ja. Prachtig. Zie de waarheid. Ontken niet. Doe niet net alsof er niks aan de hand is. Zie de waarheid. Wat op dit moment speelt, wat er is. Kaart van Moeder Maria. Thank you. Nog een van Moeder Maria. Thank you. Oké. Okay. Dan verklarende kaarten uit de Sandra en Taylor set. Verklarende kaart bij de advieskaart nabij je toekomst. Die. En een advieskaart bij jou. Verklarende kaart. Is dat het? Ja. En nog een kaart om te eindigen. Oh. Kijk. Ja. Ik wou ze eigenlijk neerleggen, maar baf, twee vliegen er zo op mijn arm. Dus ik ga daar maar naar luisteren. Zo, die leg ik apart. Het kan zijn dat één plakte, moeten we straks even kijken. Nou, daar gaan we. De waarheid, ja. Die komt als leidraad eruit. Ik wil nog wel even het boekje op erbij hebben. Het is ook de oordeelkaart. 20, de kaart 20 is het oordeel. Kijk, als je steeds... Want kijk, ook... er is ook een bepaald oordeel van de bron. Dat is niet zoals het ego oordeelt. Dus zo moet je het niet zien. Maar het oordeel is dus ook van, ja, als je niet... geen leerling wilt zijn en je... Oh, ik zie niet eens op de klok. 13:13. Maar geen leerling wilt zijn en je blijft eigenlijk je ego volgen. En je blijft uitstellen wat je eigenlijk al lang weet. Ja, dan krijg je wel een bepaald oordeel. En dat is dan die toren. Omdat je de waarheid niet wil zien. Nou, want kijk, soms moet u wakker worden geschud om uw aandacht te trekken, zegt deze kaart. En te laten zien hoe ver u moet gaan. Deze kaart is er ook om precies dat te doen. Evaluatie van het verleden en de lessen die u hebt geleerd of nog moet begrijpen. En die moeten nu de hoogste prioriteit krijgen. Als u dat doet, bent u in staat om te vergeven, te accepteren en te genezen. De waarheidkaart herinnert u eraan dat er een belangrijke verandering moet worden gemaakt op een bepaald gebied in uw leven. Wauw. Zie? Dat is hem. Nou, onthulling van waarheid. Niet in ontkenning zijn. Niet net doen alsof er niets aan de hand is. Het gaat dus ook over de liefde. Harmonie en relaties. Oh ja, ontevredenheid en verveling is er weer. De koppige kaart. Geen beweging, geen keuzes en beslissingen nemen. Die zitten onbewust. Terwijl het al wel gaat over iemand die meer balans heeft bereikt. Sterkaart komt weer aan. Is al eerder geweest.
leiderschap nemen. De leeuw. Destructieve invloed van anderen wegsnijden. En verder gaan. Ja. Nou, dat is het precies. Het is eigenlijk weer hetzelfde, hè? De ontevredenheidkaart ligt hier weer. Het is dat... het is koppigheid. Het is puur koppigheid van het ego. Het ego is ook koppig, want die wil niet veranderen. Die wil lekker in het oude blijven. Maar dat is helemaal niet lekker, want je krijgt steeds meer ontevredenheid. Dat is deze kaart. Het universum wil je van alles geven. In die vorm van die kelk. Maar het wordt niet aangenomen. Uit angst. En daarom willen mensen niet verder gaan. Naar de volgende halte, naar een volgende kans, naar een volgende beweging, naar een volgende keuze, naar een volgende beslissing. Sommige mensen doen het wel, hè? Want ik weet dat er een paar mensen hebben mij bericht die echt stappen aan het zetten zijn, maar de bron richt zich altijd op het grotere gros. Dus het grotere gros zit nog steeds hier. In die koppige fase van... het wordt me weliswaar aangeboden, maar uit angst voor afwijzing, uit angst voor verlies, uit angst voor gebrek, uit angst voor... doe ik het niet. Neem ik het niet aan. En heeft het koppige ego de overhand. En dat geldt ook voor dus de mensen die klaar zijn voor die hereniging met die zielspartner. Want die komt weer gelijk in de situatie naar voren. Maar deze zegt... De leraar verschijnt pas als de leerling er klaar voor is. Wijsheid, goddelijke wijsheid, maar die ligt wel dwars. Ook op liefdevolle relaties. Als je geen leerling wil zijn. Want in een relatie zul je ook leerling moeten zijn, durven zijn. Je moet van elkaar willen leren... En niet denken dat je de wijsheid in pacht hebt. Maar als je echt de wijsheid hebt, zal dat heel mooi naar voren komen in harmonie met oprechte communicatie. Dat wel, maar dat komt dan vanuit je hoger zelf. Het ego heeft geen wijsheid. Maar wijsheid is ook dat je leerling kan zijn. Dat heb ik ook wel eens gedeeld bij een vorige video, hè, dat tweelingvlammen werden herenigd, zoals Mark Prophet en Elizabeth Prophet. Maar dat Elizabeth heel goed aanvoelde dat zij nog de leerling was van Mark, omdat Mark een hoger bewustzijn al had. Nou, en omdat zij zich dus kon opstellen als leerling, ook van Mark, ja, konden ze een prachtige relatie samen scheppen. Oké, dus dat kan ook. Maar dat zul je zelf ook in je eigen situatie moeten aanvoelen. Dit is de Justice kaart. De balanskaart. Het gaat dus om mensen die eigenlijk qua lessen, qua levenservaringen... meer en meer die balans toch hebben. Het klinkt raar, hè? Maar dit is nog echt een laatste... Een laatste het laatste wegsnijden om dat zegevierend succes te kunnen behalen. Maar het heeft ook met financiële en materiële veranderingen te maken. Mensen zijn daar bang voor. Financiën, materieel. Ligt op de hoop en de vrees. Angst voor verlies. Angst voor gebrek. Dus dan angst voor afwijzing. Angst voor verlating. Ja, maar als je dan in die impasse blijft, word je steeds meer ontevreden. En want je schept niet waar je hiervoor op aarde bent gekomen. Je manifesteert het niet, omdat je bang bent om verder te gaan. Deze persoon moet verder gaan. Er is weer naar een volgende stap geleid en die moet je dan ook weer nemen, die horde. Je moet iedere keer een volgende horde nemen. Ja, zegevierend succes en invloed van anderen. Het zijn gedachten van anderen, wat je hebt overgenomen. Dat kan van je vader zijn, van je moeder zijn, van andere opvoeders zijn. Wat nog steeds in je hoofd zit. Ja, oh nee, joh, dat jongen, dat kan jij nooit bereiken. Of, ah nee, dat kun jij niet. Of, daar ben jij niet goed genoeg voor. Of,
dat allemaal outdated beliefs over jezelf. Dat je daar niet knap genoeg bent, niet integer genoeg bent, niet goed genoeg bent, niet slim genoeg bent, whatever. Of ik ben nog niet zo ver. Of nee, ik moet nog heel veel eerst. Nee, vertrouw op je goddelijke leiding. Justice. Meer balans. Grote arcana kaart. Harmonie in het innerlijke leven. Daar verlang je naar. Recente verleden. Aanpassingen zijn er gedaan in bepaalde liefde, relaties, zaken of zelfs carrière. En de balanskaart die toont ook dat je realiseert dat wat je denkt dat er om je heen gebeurt eigenlijk een uiting is van een innerlijk proces of een innerlijk conflict. Dat justice hand in hand gaat met kijk wat je zaait zul je oogsten. He, dus neem dus alleen wat je verdient en behandel mensen eerlijk. Maak geen misbruik van anderen. Want dat is allemaal onderdeel zeg maar, van een evenwichtig karmisch leven. Nou, dat is dus iemand die zich daar heel erg bewust van is. En die daarin ook een transformatie heeft doorgemaakt. Dus het is niet zomaar... Dit wordt niet verlangd van iemand die nog helemaal onwetend is. Iemand die al aardig wat levenslessen heeft geleerd. En die nu echt door moet naar die volgende stap. En zich niet moet tegenhouden. Zichzelf niet moet tegenhouden door oude invloed. En dat is iets destructiefs. Dit is de kaart Aas van Zwaarden. Dat is iets destructiefs moet je wegsnijden. En dat kan natuurlijk een destructieve gedachte zijn. Van ja, maar dat kan ik niet onder woorden brengen. Ja, maar daar ben ik niet goed genoeg voor. Ja, maar ik ben niet aantrekkelijk genoeg. Ja, dan word ik afgewezen. Al dat soort onzin. Overtuigingen. Beliefs. Maar ook van ja, maar dan red ik het nooit financieel. Of dan kan ik nooit meer materieel overvloed scheppen. Of dan lukt me dat, maar dat allemaal niet. En financiële, materiële veranderingen. Hoop en vrees. Daar ligt ook angst. Ongegrond. Want... Ook daarin zal je worden geleid. Maar dan meer om dienstbaar te zijn. En niet om te stralen als die ster. En daarmee ook anderen te begeleiden. Kijk, sta je lichaam toe om op te stijgen, zegt die ster. En met een positieve houding. De toekomst kan van jou zijn als jij hoop en vertrouwen hebt. En deze kaart dient als herinnering om jouw natuurlijke intuïtie te gebruiken, terwijl je dan reikt naar jouw doelen en wensen. En als deze kaart verschijnt, weet dan dat een speciale wens in vervulling kan gaan. En dat zelfs het onmogelijke, wat het ego dacht dat onmogelijk was, dat mogelijk is in de nabije toekomst. Maar dan moet je wel hoop en vertrouwen hebben. En dat je weet dat je het verdient om op te stijgen. En dat je ook bereid bent om je ervaringen met andere mensen te delen. Zodat ook zij realiseren dat vertrouwen hebben en doorzetten de sleutel is tot succes. En dat niet uitstel een sleutel is tot succes. Of destructieve gedachten over jezelf geen sleutel tot succes is. Hoop en vertrouwen is dat wel. En deze, dat je weet dat je die macht hebt zonder... tyrannieke macht, maar een goddelijke macht hebt om te scheppen. Je hebt een innerlijke kracht, wilskracht, moed, compassie, gulheid en liefde. Daar gaat deze kaart over. Het zijn prachtige eigenschappen. En die kunnen jou ieder moment helpen om te kunnen gaan met een situatie waar je nu voor staat. Of de vele negatieve dingen die je leven lijken te omgeven. Fysieke, externe... het kan ook emotionele kracht zijn, mentale kracht, spirituele kracht. En dat kan als je lichaam, geest en ziel meer in balans is.
En dan zal alles worden overwonnen. En dan kun je ook een positief resultaat bereiken. Macht en kracht kunnen zo worden ontwikkeld dat je in harmonie samenwerkt in iedere situatie. En ook met je geliefde. Met jouw ware geliefde. Je spirituele partner. En de ene keer is deze leerling en leidt. Of leerling en dan leidt deze. En de andere keer is deze leerling en dan leidt de ander. Het kan zijn dat deze op basis van koesterende zorg, de vrouwelijke energie, meer je zou kunnen leiden met betrekking tot de liefde. Maar dat deze je veel meer zou kunnen leiden naar leiderschap nemen. Of ja, je kan van alles, de mannelijke energie. Als dat innerlijk in jou herenigd is, ja, dan is de ene keer dat de mannelijke energie wordt ingezet en de andere keer de vrouwelijke energie. Oké, nou ja, duidelijk weer. Verder gaan. Deze persoon staat op het punt om te beginnen aan een broodnodige nieuwe reis en het verleden achter zich te laten. En deze kaart laat je ook weten dat het licht aan het eind van de tunnel is en dat het moment is aangebroken om een moeilijke cyclus nu echt te beëindigen. Ja, zie, er is een bepaald project, er is een bepaald. Bepaalde fase moet nu ten einde komen. Maar deze persoon zorgt zelf voor die vertraging. Omdat er geen follow-through is. Er is geen vervolg, want de beweging wordt weer stopgezet. Om opnieuw een stap te nemen naar het volgende aan te kunnen nemen wat aan je wordt geschonken, aan je wordt gegeven. En door zo'n van, ik ben bang om dat aan te nemen, ja, dan vertraag je de boel weer. Oké, nou, dus dat lijkt me allemaal hartstikke duidelijk. Hostilities. Dat wil zeggen dat er toch ook nog wat conflicten zijn geweest. Maar die in de nabije toekomst dan gaan we niet meer zullen zijn. Misschien heb je in het verleden, het verleden wat je achter moet laten, heel veel vijandigheden en ruzies gehad. Destructieve relaties wellicht. En dat je nu bang bent om dat je bang bent, ja, maar wie zegt mij dat ik harmonie kan scheppen in die relatie? Dat ik niet ook daar met dezelfde dingen te maken krijg. Maar dat is niet zo, want de nabije toekomst ligt je op de kop. En dat wil zeggen dat. Dat die energie juist uit je leven verdwijnt. Omdat je een innerlijke verandering hebt doorgemaakt. Een shift in een bepaalde energie in jezelf. En dan trek je ook een andere personen aan. En het universum support je dan, omdat je een interne shift hebt gemaakt. Dat je daar een eigen interventie hebt gehad. Dat je meer in balans bent, je bepaalde lessen hebt geleerd. En dan zul je niet meer hetzelfde scheppen als in het verleden. Dus stel dat er heel veel, dat is ook veel video's geweest. Hè? Stel dat je deze persoon in een karmische betrekking heel veel ruzie en chaos heeft gehad. Misschien is daar ook nog wel angst voor. Ja, maar wie zegt dat met die volgende stap, dat ik niet datzelfde te verduren krijg. Dus laat maar zitten. Laat het in godsnaam maar zitten. Want dat wil ik niet meer ervaren. Maar dat is niet zo. Want omdat je zelf heel veel geleerd hebt, en trek je gewoon een hele andere situatie aan. En dat is harmonie. Het is deze. Maar laat angst voor afwijzing en angst voor gebrek. En je niet in deze houding terechtkomen. Misschien is het ook, ja, nou ja, inderdaad. Het is misschien ook angst voor dat het weer chaos komt en weer conflict komt. Dat laat het ook los. Het is een outdated belief.
Storm, ja. Ja, dit is hem, hè. Dit is de toren. Als je niet verder gaat, dan krijg je weer de toren. Krijg je weer de toren. Ja, het is duidelijk. Ook hier komt hij weer naar tevoorschijn. Storm. En er kan van alles zijn om je wakker te schudden. Dus ook de storm is om je wakker te schudden. Even kijken. Nee, die kan ik niet meer vinden. Nou, maakt niet uit. Ik wou even nog die andere stormkaart van de Osho erbij pakken. Maar die heb ik weer ergens vast weggelegd. Nee, het was gewoon duidelijk. Deze staat er dan aan te komen. Als je net doet alsof er niks aan de hand is. Dat je niet je leiding volgt. Dat je weet wat je aan mag pakken. Maar dat je het weigert. Dat je het van je afduwt uit angst. Voor financiën. Voor afwijzing. Verlating. Gebrek. En dat je daarvoor in de plaats destructieve keuzes gaat maken. En dat is ook inderdaad je gedachten volgen die destructief zijn. Hoeveel tijd zitten we? Oh, 3 kwartier. Ik wil nog ook hierbij nog een paar surrender kaarten. Die. Dat doe ik zo. En dan eerst Maria. Vrouwelijkheid. Het is je vrouwelijke energie. En dat heeft alles met zorg te maken. De hemel zorgt voor mij en ik houd mijn hart open in de zorg voor mezelf, voor anderen en voor de wereld. Dit is hem precies, hè, die dienstbaar zijn kaart. Dat kan alleen als jij ook naar je vrouwelijke energie luistert. Je intuïtie is namelijk je vrouwelijke energie. Ik laat mijn vrouwelijkheid stralen als een waardevol deel van mijn identiteit. Als je nou man of vrouw bent, die vrouwelijke energie is belangrijk, want die leidt jou. En het kan zijn dat je op bepaald vlak je als man door een liefdevolle vrouwelijke energie laat leiden. Dat je daarin leerling bent. Misschien met betrekking tot de liefde relaties. Vrouwelijkheid. Moeder Maria, laat zien dat je tegelijkertijd vrouwelijk kunt zijn en sterk. Er is een volmaakt evenwicht tussen haar zachte, liefhebbende aard en haar helder zicht op haar plicht Gods wil te doen. Of u een man bent of een vrouw, je hebt een mannelijke en een vrouwelijke kant. Deze kaart brengt je de boodschap jouw vrouwelijke kant meer aanwezig te laten zijn en meer benaderbaar voor anderen. Je vrouwelijkheid houdt deugden in als koestering, tederheid, bemiddelijkheid, zachtheid en vriendelijkheid en ook ontvankelijkheid en intuïtie. Als jij je spirituele gaven wilt ontwikkelen, waaronder je intuïtie, is het in feite van essentieel belang dat je kunt ontvangen. Ontvangen. Zie je dat? Deze krijgt die beker uitgereikt van het universum. Nieuwe kansen in de liefde. Nieuwe kansen, op wat voor gebied dan ook. Hier, aas van pentakels, aas van aarde, overvloed. Het wordt je gegeven, maar als je het niet wenst te ontvangen, dan krijg je ontevredenheid. Want dat is het. Angst is het feit dat je het niet durft te ontvangen. Dat is toch bizar, hè? Maar dat is wel zo. Nou. Dus ook de boodschappen van boven. Als je je spirituele gaven wilt ontwikkelen, waaronder je intuïtie, is het in feite van essentieel belang dat jij kunt ontvangen. Dus ook de boodschappen van boven. Als jij deze video kijkt, is dat en het resoneert met jouw intuïtie en dat je wat je in je hart weet dat waar is, wees dan leerling en neem het aan. Als een goddelijke leiding, ontvang het en volg het op. Dan krijg je weer een toren, weer storm in je leven. Laat het verleden achter je. Oké.
surrender to complete healing. Complete healing heeft alles te maken met heel veel koesterende zorg voor jezelf. Jouw innerlijk kind die gekoesterd wordt door de moeder. Dat is dus ook die vrouwelijke energie in jou. Voor mannen geldt dan ook bepaalde mannen die geleid worden naar een geliefde, een lieve vrouw die ook aardig in balans is. Van dat je als man bij een dergelijke vrouw eerder zou kunnen helen. Dat geldt natuurlijk alleen maar bij een liefdevolle vrouw en niet bij een vrouw die zelf nog helemaal uit balans is en in chaos leeft, in innerlijke chaos leeft. Surrender drama. Surrender stress. Nou, die hebben we ook al gehad. Hè? Ook emotioneel drama. Laat je niet emotioneel overwhelmen door emotionele chantage, door manipulaties, door schuldgevoel en jezelf iedere keer weer drama verhalen te vertellen van ja, dat loopt weer slecht af en dan... Nou, je kunt van alles verzinnen. Hou op met te stressen. En surrender to spirit. Geef je over aan spirit. Je vrouwelijke energie is geconnect met spirit. Jouw vrouwelijke energie, dat is je intuïtie, dat is je goddelijk zelf. Staat in verband, in verbinding met de opgestegen meesters en de bron. Dus surrender to spirit. Je kunt dat doel behalen als je maar je overgeeft aan de goddelijke leiding. Let spirit work, it's magic for you. Ja, duidelijk. Oké, laatste. Droom een beetje en zacht. Mooi hè, dit is weer die vrouwelijke energie. Maar ik ga eerst naar droom een beetje. Het goddelijk wil je zegenen met inspiratie, zoals een geliefde spontaan zou aanbellen bij zijn of haar liefste met een bos bloemen in de handen. Nou, misschien word je daar wel naartoe geleid. Dus droom een beetje. Laat je verbeelding afdwalen en zich dingen afvragen. Wat als? Wat zou er nog kunnen zijn? Het neerhalen van de stugge muren van verwachting. Alleen maar omdat iets geweest is, betekent dit nog niet dat het op dezelfde manier moet doorgaan. Ah, zie, dat is duidelijk, hè? Dat is ineens duidelijk, wordt het dan. Bang omdat je opnieuw chaos en conflict schept in de toekomst met die andere geliefde, in plaats van harmonie. Hé, dat wordt duidelijk. Extra bevestiging. Alleen maar omdat iets geweest is, betekent dit nog niet dat het op dezelfde manier moet doorgaan. Dus droom een beetje en ontvang jouw spirituele geschenk. Ja. En wees niet zo koppig om door het niet te willen ontvangen uit angst. Dat je hetzelfde weer schept als vroeger. Ga verder en laat het verleden los. De chaos en conflict zit op de kop. Dat is juist aan het weggaan dan in het leven. Omdat je als die ster meer kan stralen. Dus droom een beetje en ontvang je spirituele geschenk. Deze kaart geeft je raad. Een spirituele geschenk van inspiraties onderweg. Of heb je onlangs ontvangen. Het is geen product van de verbeelding. Maar een geschenk van het goddelijke. Neem het aan en geloof in nieuwe mogelijkheden. Nou, dit is toch... fantastisch, want dit past er helemaal bij. Geweldig. Zacht. Daar eindig ik mee. Het is precies de juiste kaart, voel ik intuïtief, om mee te eindigen. Als een heiligdom dat in zacht licht baat, is je hart ontvankelijk, uitnodigend en lief. Het geeft kracht aan de vermoeiden. Complete healing. Zacht is de vrouwelijke energie. Het geeft kracht aan de vermoeiden, troost aan de eenzamen en genezing aan de gewonden. Het is een magneet voor alles wat nodig is, voor jou, je geliefden, je wereld.
Veronderstel niet dat je altijd de strijdlustige moet zijn. Wat juist indruist tegen het deel van je karakter dat naar harmonie en rust verlangt. Dit is je moment om zacht te zijn. Om je over te geven. Om de subtiele golven van het hart de liefde binnen uit te laten nodigen en te ontvangen. Door dit te doen, zul je zoveel geven. Dan als je zelf heel veel liefde durft te ontvangen, dan kun je dat ook weer doorgeven. Als je gebrek aan liefde hebt, heb je ook niks te geven. Nog een keer. Om de subtiele golven van het hart de liefde binnen uit te laten nodigen en te ontvangen. Door dit te doen zul je zoveel geven. Deze kaart stuurt je een vredesboodschap. Geef je nu over. Wees zacht. Al is het maar voor dit moment van rustige overpeinzing. Je bent misschien te druk bezig geweest met groeien en leven. Neem wat momenten om te herbronnen en sta het goddelijke toe om je daarbij te helpen, dierbare. Wees zacht, zodat je ontvankelijk bent voor het goddelijke. Pas als wij loslaten, zien we echt de obstakels die tussen ons en de eenheid met de goddelijke geliefde liggen. Laat los en merk dat de goddelijke geliefde al in jouw hart is ontwaakt. Jij bent de zachtheid die hij verlangt. Jij helpt zijn pad oplichten. Je koestert alles wat hem dierbaar is. Ook al jagen stormwolken angst aan. En in de stilte van de storm komt zijn tederheid naar boven. En in de bescherming van zijn armen is zijn hart er voor jou. Wauw. Prachtig. Prachtig om daarmee te eindigen. Dank voor het kijken. Met betrekking tot innerlijk kindwerk. Om de koesterende zorg voor jezelf. En om je hart open te kunnen stellen voor anderen, zul je echt eerst pijn uit het verleden moeten verwerken. Door die koesterende zorg voor jezelf en meer van jezelf gaan houden. Heel veel begrip voor jezelf hebben. Jezelf goed verzorgen. Maar ook door innerlijk kindwerk. Dat kindje zit hier bij die moeder op schoot. Maar de meesten hebben dit niet ervaren bij hun moeder. Innerlijk kindwerk, daar kan ik jou bij helpen. Ik kan je ook via deze de kaarten krijg je duidelijke boodschappen van de bron. Waar jij op dit moment in jouw de fase van heling, groei en ontwikkeling zit. En als je vastzit, denk er dan aan om een persoonlijke coaching aan te vragen. Waarbij innerlijk kindwerk een vast onderdeel is. Dank voor het kijken, heel erg veel liefs. En tot de volgende video. Bye bye.